Общая численность личного состава, участвующего в учении «Запад-2017», составит около 12 700 военнослужащих. Efterretningstjenesten siger, der deltager 100.000. Så du stoler simpelthen ikke på, når russerne offentligt siger, at de har 13.000 mand i den her øvelse? Nej, det kan jeg roligt sige, jeg ikke gør. Hier in Den Haag bij Buitenlandse Zaken en bij de NAVO in Brussel wordt de Russische oefening zorgelijk genoemd. Ze roepen Rusland op om openheid te geven over het aantal militairen. Voor ons is het ver weg, maar voor de NAVO-landen die grenzen aan Rusland niet. Als een soort van bescherming zijn daar duizenden NAVO-militairen geplaatst, onder wie Nederlanders. De oefening is pure verdediging, aldus Poetin. Sterker nog, de NAVO is hier de agressor. Want het is de NAVO die sinds de Koude Oorlog sterk is uitgebreid richting Rusland. De Russen voelen zich omsingeld en vinden dat ze het recht hebben op zelfverdediging.